Hoi allemaal en superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En het is weer woensdag, dus dat betekent dat er een nieuwe update is uitgekomen. En deze keer is er weer een nieuw paardenras uitgekomen, dus ik ben daar super benieuwd naar. En heb je alvast heel veel zin in deze video, doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we heel gauw beginnen. En ik sta gelukkig al op de goede plek, want heel vaak sta ik niet op de goede plek. Maar één van de nieuwe paarden is uitgekomen in Fort Pinta, dus ik hoef gelukkig alleen maar deze trap op. En dat is eigenlijk best wel moeilijk, want kijk, zie je, het gaat heel vaak fout als ik deze trap op moet. Maar het nieuwe paardenras, dat is uitgekomen, ik hoop dat ik het goed zeg, is de Akalteke. Of Akalteke of Akaltiek. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Maar het is een heel dun paardenras volgens mij. En ze hebben altijd zo'n hele glanzende vacht, een korte maan en een korte staart. En Star Stable had dit paard al een keer in hun spel zitten. Alleen hebben ze hem nou een update gegeven en ziet hij er helemaal cool en mooi uit. En ik had al wel die trailer gezien op Instagram. En toen was ik eigenlijk niet zo heel erg enthousiast over. Ik wist het niet helemaal. Ik dacht, nou, moet ik dit nou gaan kopen? Ik vond ze niet zo erg mooi. Maar daar staat hij om de hoek. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Want misschien is hij uiteindelijk toch wel mooi. En ga ik er misschien toch wel eentje kopen. Er waren 3 nieuwe kleuren uitgekomen. Er staat er dus 1 in Fort Pinta. Die kan je dus kopen als je geen starrider bent. Moet je wel natuurlijk genoeg starcoins hebben. Er staan er 2 in de zilverkleed wijngaard. Daar gaan we dus ook heen. Er is ook nog een missie uitgekomen in Greendale. Dat is een kleine missie, dus die gaan we zo meteen ook doen. Maar die ga ik op het laatst doen. En volgens mij kost het 850 starcoins. Maar ik ga me gewoon gelijk kijken bij het paard. Ik denk dat die hier staat, omdat hier... oh, help. Oeh, oké. Okay, ja. Zo, joh. Dat is inderdaad een heel glimmerig paard. Want hij geeft gewoon... het is net een stoplicht, kijk. Dat is net als mijn Zoni. Dat had ik een paar weken geleden ook. Toen was mijn Zoni, die gaf... was er zeg maar een lantaarnpaal, zoals dit paard. Dat is wel een coole update, dit. Zo glanzend is die vacht nou ook. De Akalteke, of Akal... Akal dings. Waarom elke keer paarden met een moeilijke naam? Net zoals die Chikon Tikon Pony. Het is ook wel zo lastig uitspreken. Dit paard staat ook wel bekend als het Gouden Paard. Met een lichaam zo slank als dat van een jachtluipaard, een prachtige glanzende vacht en een stamboom die 3000 jaar teruggaat, is de Akalteke zonder meer een van de meest exotische en bewonderde paardenrassen ter wereld. Nou, bla 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 bla. Dat geloof ik allemaal wel. 1 dingetje voor kracht, discipline, snelheid, conditie 3, behendigheid 3. Nou, dat is wel op zich... veel, 3 volgens mij. 850 starcoins zoals ik dus al zei. En op zich, ik zit. Ik vind hem niet zo heel erg lelijk. Er staan al wel een beetje mensen in de weg, dus dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Hoe kan ik dat fixen? Oh, ik heb een idee. Oké, wacht. Als ik zo op dit knopje uitdruk, ga ik gelijk op de fotomodus drukken. Dan kan ik hem goed aan jullie laten zien. Ja, gelukt. Nu staat er niemand voor. Wow, daar kom ik ook serieus net pas achter. Dat is heel handig. Hij is nog steeds een stoplicht. Vet irritant. Nu kunnen we hem eventjes goed bekijken zonder dat mensen in de weg staan. En zonder dat ik mensen op negeer hoef te zetten. Zoals ik dus al zei, is hij best wel mager. En dat zie je hier ook wel. Hij is hier breder, maar daar is hij wel weer mager. En die nek vind ik dan wel heel erg mager en het hoofd heel erg groot. En ik vind hem ook heel erg lijken op de Trakenner of die Hannoveraan. Volgens mij staan die Trakenner en Hannoveraan in die stal daar zo. Dus dan kan ik die ook eventjes aan jullie laten zien en dan eventjes vergelijken. Maar op zich, als hij zo stil staat... Hij heeft ook echt dunne manen, joh. Moet je kijken. Ik zei al, die beesten hebben een hele dunne manenkam. Maar dit is gewoon zeg maar niks. Dit is gewoon gemillimeterd. Kijk, dit is gewoon een mini fjord haar. Kijk, waar staat die fjord? Die fjord staat... Oh, huh? Hier stond toch een fjord? Oké, okay, nou niet meer. Zeg maar een fjordkoep, maar dan nog dunner. Oh, dit is echt zo dun. Dit ziet er bijna niet uit. Dan ben ik benieuwd of je bij die paardenkapper dan lange manen kan kopen. Want als ik dit paard dan ga kopen, wil ik hem met lange manen. Deze blauwe ogen en een blesje, dat vind ik wel heel erg leuk. Dat maakt hem dan weer wat aparter. Maar als hij zo stil staat, vind ik hem op zich wel oké. Okay. Maar op die trailer van Star Stable zag je hem zeg maar ook echt lopen. En toen vond ik hem ja, gewoon niet mooi. Ja, ik weet het nog niet. En er komen natuurlijk ook over 3 weken nieuwe kleuren uit. Dus misschien ga ik wel wachten op nieuwe kleuren. Maar eerst wil ik natuurlijk eventjes die paarden zien die in de zilverkleed wijngaard staan. Nou, dit was het eerste stoplicht. Het is zo raar dat hij zo... Ja, hij blijft... Oh, nou verdwijnt hij. Hij blijft het ook maar doen, hè. En ook echt als enige. En net zei een meisje al, je zit weer eens op Chippy. Ja, ik zit weer op Chippy, een oude bekende. Ik had afgelopen maandag, dat was eergisteren, een livestream gedaan. En dat was zo leuk. Als je die nog niet hebt gekeken, staat die vast wel in het i'tje. En anders staat die ergens op mijn YouTube-kanaal. Ik ging verstoppertje spelen met 600 kijkers. Oh, sorry. 600 kijkers tegelijk. Iedereen die mee was op Star Stable, ging ik verstoppertje meedoen. En toen zeiden ook heel veel mensen, ga op Chippy. En toen dacht ik, nou, dan ga ik wel in deze update op Chippy. Dus nu zit ik dus op... Badoo, Chippy. En ja, ik heb gewoon verder ook niet meer op gereden. Volgens mij is dit een Trakenner. Ja. Of Trakenner. Ja, mensen zeggen ook dat ik Trakenner verkeerd uitspreek. Hoe dan? Ik moet even mijn geluid wat harder zetten, want die had ik wat zachter gezet.
Oké, kan je dat beter horen. Dit is dus de Trakenner. Ik vind die best wel lijken op die Akalteken. Oh, dat is zo erg. Waarschijnlijk spreek ik al die paardenrassen nu verkeerd uit. Dit kan ik wel uitspreken. Shire, Connemara. Maar kijk, dit is zeg maar de Trakenner. Oké, onthoud het een beetje. Nou, camera beeld. Hou op. Oké, wacht. Even wachten tot hij recht staat. Oké, kijk. Onthoud dit paard. Hij heeft... Nou. Kijk, jullie zien het, hè. Hij ziet er zo uit. Het is gewoon een paard. En dan gaan we nou naar die. Onthoud ik een beetje dat hoofd. Hoe dat hoofd eruit ziet. En dan deze. Kijk, en dan hebben we hier die akkeldinges. En... Oh, nou. Waarom werkt Starstubble even niet mee? Kom op, zeg. Ik doe het wel zo. Dit gaat wel sneller. En ja, kijk, het is eigenlijk exact hetzelfde. Maar nu zit ik binnen in een paard in Wishwish. Alleen hij is dus veel dunner. Maar we gaan nu maar gauw naar die andere paarden toe. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En misschien zijn er al mensen in het spel die het paard hebben gekocht. Zodat ik het alvast aan jullie kan laten zien. Oh, wacht. Ik moet even zeggen dat ik naar die Zilverkleed Wijngaard ga. Ik ga nu naar de Zilverkleed Wijngaard. Zo. Dan weten mensen dat ook. Anders is dat ook een beetje zielig als ik in één weg ben. En dan gaan we nog op jacht naar mensen die dat paard al hebben. Hallo. Jongens, ik denk dat ik nog nooit zoveel... Ik neem nu 6 minuten op. Nog nooit zoveel ruzie heb gehad met Starstable. Echt, alles gaat fout. Landhuis van... Nee, ik wil ook niet naar het Paddock Eiland. Ik wil naar het landhuis van Silverkleed. En die ga ik niet betalen met Jorvik Schillingen. Niet betalen met Starcoins, maar met Jorvik Schillingen. Oké. Zo, het is goed gegaan. Nou, hopen dat ik met de paardentrainer op de goede plek uitkom. En niet op de verkeerde plek. Dat heb ik volgens mij ook wel eens gehad. Dat ik op een verkeerde plek uitkwam. Of dat mijn geld van mijn rekening werd afgehaald. Van de Star Stable dingen, zeg maar. En dat ik, zeg maar, nergens was aangekomen. Echt, ik heb hele rare dingen al meegemaakt met die paardentrainer. Oh, ik ben op de goede plek. Nou, is dat even leuk? Feesten met Zoe. Leuk. Oké, dit vind ik ook zo irritant, hè? Dat elke keer alles zwart wordt. En als je dan op die fotomodus drukt, dan schijnt het te moeten veranderen. Maar het verandert niet! Dan doe ik eventjes dit. Dit werkt ook. Grafiek. En dan zet je hem, ja, iets hoger en dan werkt hij wel. Oh, hier heb je ook weer zo'n Trakenner. Die vind ik wel heel erg leuk. Oeh, volgens mij zag ik daar al een... Ja, hier staat weer een... Die geeft ook al licht. Of is dit zo'n akkelding? Starlight, even kijken. Die is wel grappig trouwens. Hij heeft wel paarse manen. Ja, dit is zo'n nieuw paard dus. Oké. Deze is raar, zeg maar, zegt dat meisje. Ja, ik ben het denk ik wel met haar eens. Even kijken, zo ziet hij eruit. Hij is een beetje... Ja, ik weet niet. Ik vind hem een beetje raar. Maar ik vind ook dat je toch nog de manen mist of zo. Dat hoort gewoon bij een paard. Als een paard geen manen heeft, ziet het er gewoon zo super raar uit. Wat heeft dat meisje gedaan? Oh, die heeft wel manen gekocht. Dus, oh, het kan wel. Ja, kijk. Zij heeft dus die akkelteken en zij heeft manen ervoor gekocht. Dus het is mogelijk, want ik vind dit zo raar eruit zien. Maar ook die appeltjes vind ik een beetje raar. En dit is zeg maar een beetje paars. En dan heb je dat weer bruin. Die bles vind ik dan wel weer heel erg mooi. Die ziet echt heel vet uit. Even kijken of ik hem goed kan laten zien. Kijk, dat vind ik echt heel mooi eruit zien. Dus niet zeg maar gewoon zo'n vlek erop gekwakt. Dat ziet er beter uit. Nee, ik vind deze ook niet echt mooi. Nee, ik had die mooier verwacht. Ik dacht dat dit de mooiste zou zijn. Zoe, kan je mijn naam zeggen? Wie is dat? Rachel of Rachel of Rachel of Rochel. Je kan het op zoveel manieren uitspreken. Oké, zo. Deze vind ik wel leuk. Ja. Dat had het andere meisje dus ook. Ja, oh, die bless vind ik ook wel grappig. Deze is ook weer 850 starcoins. Ze kosten allemaal hetzelfde. Eens kijken. Ik probeer hem even goed te laten zien zonder dat gelijk iedereen ervoor zit. Oh, dit werkt ook. Ja, let op. Let op. Dat deed ik net. Ze zitten er bijna allemaal voor. Oké. Deze vind ik wel leuk. Ja. Die vind ik wel leuk. Wat vinden jullie ervan? Laat trouwens ook eventjes in de poll weten wat jullie top 3 is. Dan maak ik eventjes een poll aan met op de... Kan je kiezen uit. Dus de lichtwitte, of de witte noem ik het maar eventjes. De bruine en de lichtbruine. En dan wat is jouw top 3 of wat vind jij de mooiste? Laat even weten in de poll. En laat ook even weten in de reacties wat jullie van het paard vinden. Want... Ja. Ik weet het niet helemaal. Het is nou niet zo... Kijk, hier kan je niet zien hoe mager ze zijn. Kijk, dat kan je niet echt zien. Ik twijfel een beetje, want kijk, als ik nou naar deze ga, dat is dus een Trakenner. Die vind ik dan echt veel leuker eruit zien. Die heeft gewoon een normaal stevig paard. Die is niet zo dun. Ik hou niet zo van dunne paardjes. Shetlanders vind ik bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Kijk, dit vind ik veel leuker eruit zien eigenlijk. En die is nog goedkoper ook. Die is 750. En waren die akkeltekens nou 859? Oh nee, ook 850. Oké. Dus zijn ook nog eens duurder. Wat vinden jullie ervan? Oké. Oh, hier zijn al 2 mensen met dat paard. Wow, joh, kijk. 3 stoplichten. Wow!
Of 3 verkeerslichten of lantaarnpalen. Wow, oké, weet je wat? Als ik nou ga lopen, dan lopen zij waarschijnlijk achter me aan. Dus kunnen we gelijk zien hoe hun loopje is. Oké, ik kan het ook even aan hen vragen. Ellie en Michelle. Ellie en Michelle. Willen jullie de gangen laten zien? Kijk, de reden dat ik hem nou denk ik niet ga kopen... is omdat ik hem niet heel erg mooi vind. Ik had al natuurlijk al een beetje verwacht dat hij niet super mooi was. Maar ik heb, het is geen wauwgevoel of zo. Bijvoorbeeld van die Shetlanders die toen uitkwamen en die Shires. Had ik echt, wow, dit vind ik echt mooi. En nu weet ik het niet. Misschien dat ik er toch één ga kopen als... oh, wacht, we moeten eventjes achter haar aanlopen. Want zij is die gang aan het testen. Dit is een stap. Misschien ga ik er nog eentje kopen als die nieuwe kleuren uitkomen. Maar nu, kijk, nou draaft hij. Hij draagt wel mooi. Oh, hier loopt er ook één. Oh, die vind ik ook wel gaaf. Kijk, hier zien jullie wat ik bedoel. Kijk, hij heeft echt pootjes van een hagedis of een rups. Ik weet niet. Kijk, hier zie je er ook één lopen. En daar, dan rent hij. Oh, daar ging hij in de sliding. Nou, ik zei dus net, misschien als er nieuwe kleuren uitkomen, dat ik er dan eentje ga kopen om toch een keer uit te testen. Laat even in de reacties weten of ik dat... Oh, daar ging die stijgen. Dat zag er ook daar uit. Maar laat even in de reacties weten dan of ik eentje moet gaan kopen als er een nieuwe kleur uit is gekomen. Jullie gaan waarschijnlijk nu allemaal zeggen, ja, dat ga ik doen. Hoi, mam. Ah, wat leuk. Ah, ik kan het niet aan jullie laten zien. Maar we hebben er net bij de Action een kleedje gekocht voor Snuf om op te liggen. En hij ging al de hele tijd snuffelen aan dat kleedje van... oh, wat is dat? En nou is hij gaan liggen op het kleedje buiten. Ah, dat is zo lief. Had je een foto gemaakt? Nee, niet. Ik ben een schilder. Oh, oké. Nou, jammer. Anders zien jullie het straks wel op Instagram. Moet je hem even volgen. Apenstaartje Daphne Dravendoor. Zal ik even een foto plaatsen van Snuf die op het kleedje ligt. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat wil ik echt even zien zo. Volgens mij... Ik weet niet of ik het nou al had gezegd of niet. Kijk, stoplichten. Kunnen jullie... Kunnen jullie nog een paar rondjes lopen met de akhaltekens? Ja, die rug gaat heel raar met die stijger. Dat zegt hier iemand ook al. Maar er komt, als het goed is, nog een lichtbruine uit. Dit is een beetje valkleurig. Oh, die gaat het uitproberen. Dat is mooi. Lichtbruine komt nog. En volgens mij nog een witte. Een zwarte, dacht ik, te hebben gezien. En nog een appelschimmel, maar dan in het grijs. Kijk, daar lopen ze weer, hoor. Die stokpaardjes. Of die slavinkjes. Ik zeg stokpaardjes, maar ik zeg slavinkjes. Waarom zei ik dat? Nee, ik weet het niet. Ik denk dat ik er wel één ga kopen als de nieuwe kleuren zijn uitgekomen. Of als er eentje in de app is bijvoorbeeld. Want dan is die al level 10. Hey, dan hoef ik hem niet meer uit te trainen. Want ik vind het wel heel erg leuk om het een keer uit te testen in de video. Kijk, die draft, die vind ik echt ontzettend mooi. Die vind ik echt heel gaaf. Die is volgens mij ook anders dan die... Kijk, hier, dat gaat echt heel raar, die stijger. Wat wilde ik ook weer zeggen? Kijk, die draf, hier, moet je zien. Dat vind ik echt, volgens mij is die ook anders dan die trakeners en die IJslanders en zo. Maar kijk, zodra die in de galop gaat, dan is het echt een paard op zijn theeprikkers. Oh, kijk, daar gaat hij. Woe, en nog niemand heeft ook die bruine gekocht. Of nou, er zullen vast wel mensen zijn. Oké. Ik ben zo benieuwd wat jullie hiervan vinden. Want er was echt vet veel haat onder de trailer van Star Stable. Want mensen vonden hem echt niet mooi. Ik heb hem geen haat gegeven, want dat vind ik een beetje zielig. Want zij doen ook hun best. Ja, ik weet het niet. Oh, kijk. Nu is het helemaal een sausijzenbroodje. Wow, moet je dit zien? Wow. Nou heeft hij helemaal lange benen. Maar dit is wel een gaaf foto. Zo ziet hij eruit. Nee, nu zie je het ook, hè? Maar oké, genoeg erover gepraat. Super bedankt. Ik ga nu. Gaan jullie mee? We gaan nu dan naar die missie in Greendale. Daar zit een hele korte kleine missie. Of tenminste, ze zeiden korte missie. Dus daar gaan we nu naartoe. En er is een nieuw paard uitgekomen in... Oh, dat ga ik doen de volgende keer. Oh, ik heb zo'n goed idee gekregen voor als ik nog meer updates ga filmen. Wow, oké, dat ga ik echt doen. Er is een nieuw paard uitgekomen in de Star Stable Horses app. En dat is een Noord-Zweed. Hij is zwart en hij heeft een beetje blauwe manen. Dat zag er echt super cool uit op die foto. Maar ik had een super goed idee voor de volgende Star Stable update video's. Want nu, zeg maar, vertel ik het, maar heb je eigenlijk geen foto. Want ik heb die foto niet, want ja, ik weet niet, ik heb hem gewoon niet, die foto. En ik ga denk ik met de volgende Star Stable updates doen. Dat ik dan die foto's van Star Stable...
In de update zet. Dus zeg maar, als ik het erover heb, dat dan die foto in beeld verschijnt. Want dat deed ik tijdens mijn livestream ook. Toen ging ik foto's van Bernie in de livestream zetten. Echt super raar, maar dat vonden mensen echt grappig. En dat kan ik eigenlijk ook doen met updates. En dan worden de update video's denk ik ook leuker. Ja, vinden jullie dat een leuk idee? Jullie moeten trouwens echt altijd heel veel achterlaten in de comments, heb ik het idee. Want ik zeg bij elke zin van laat het achter in de comments. Maar ik vind het gewoon heel interessant om te weten wat jullie ervan vinden. Of hoe jullie erover denken. Of het, ja, wat jullie mening is. Even wachten tot iedereen hier is, anders vind ik het een beetje zielig. Woe, daar komen ze weer. Kunnen ze goed zwemmen? Kijken. Oh, nee. Hij is verdronken, want hij is weer daar zo. Hier staat nou weer die andere. Echt ook alleen die paarden, hè, die geven licht. Of die knipperen. Tatu, 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 tatu. Oh, die is ook nieuw. Of niet? Nee. Nee, die was er al. Oké, ik weet ook precies wanneer er een akkelteken aankomt. Want als je eventjes met je scherm draait en je ziet wat knipperen... Oh, akkelteken. Oh, akkelteken of akkeltiek of akkeltiek. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, oké? Even wachten op die twee, want ik vind het anders echt zielig. Oeh, ja, oké, okay, yes, oké, okay, nu zij nog. En even wachten op die met de Connemara. Maar even wachten op Elisabeth. Is dit Elisabeth? Is er... Oh, daar is Elisabeth, oké. Okay. Mooi. Oh, alleen zij nog met die Connemara. Ik ga niet heel lang wachten. Anders sta ik je misschien over 10 minuten. Oké, okay, go, 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 go. Spring, spring, spring. Nee, je moet springen. Spring, spring, spring. Rachel. Oh shit, ik kan niet hier een global typen. Rachel, je moet springen. Vlak voor je het water ingaat. Zo, oké. Okay. Hopelijk lukt het nu Rachel wel. Oké, okay, daar gaat ze, daar gaat ze, daar gaat ze. Oh, bijna. Oh nee, vlak voor... ja, vlak... Oké, okay, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, Rachel. Go, Rachel. Go, Rachel. Go, Rachel. Nee, 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 nee. Oh, Rachel, dat is net iets... Oh, ja, oh, bijna. Oh, net iets later. Oh, ben ik nog van mijn paard afgestapt? Volgens mij wel. Oh, nee, Chippy. Oké, okay, we gaan hier Rachel aanmoedigen. Vrolijk. Bijna, bijna. Oh, bijna, Rachel. Oh, jammer. Oh, oké. Okay. Ik vind het zo zielig om erachter te... Oh, nou, dit is ook zo irritant, hè? Hebben jullie dat ook elke keer dat als je op je paard wil gaan opstijgen, dat je dan op dat handje drukt van aaien? Oh, dat is zo irritant. Ah, kom op, Rachel. Gaat zij er helpen? Dat vind ik wel heel erg lief. Twee, ja, zij... Nee, dat gaat ook niet goed, denk ik. Of wel? Oh, jawel, ja, oké. Okay. Go, 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 Rachel. Go, go, go. Bijna, 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 bijna. Ja, ja, ja! Rachel is er! Ja! Ja! Superleuk! Iedereen reageert ook heel blij in de chat. Ja! Oké, okay, nou, dan kunnen we nu verder. Want ik vind het zo zielig om erachter te laten. Maar wat ik net zei, ik vind het heel erg leuk om jullie mening dus te horen. Wat jullie erover vinden. Ik lees letterlijk elke reactie onder de video's. Ik like ze. Ik geef ze hartjes. Als ze heel leuk zijn. En ik reageer op alle vragen die in de comments staan. Dus ook als je vragen hebt, laat ze eventjes weten in de reacties. De veelgestelde vragen, zoals hoe oud ben je? Hoe oud is Uriah? Welke ras is Uriah? Die staan allemaal in de beschrijving van mijn video. Die heb ik daar nu neergezet. Want die vraag kreeg ik heel vaak. Dus ik dacht, nou, ik zet ze maar in de beschrijving. Dit is eigenlijk een soort van mini-livestream nu. Want mensen weten waar ik heen ga. Want ik ga natuurlijk naar de update. En dan gaan ze daar gewoon letterlijk op mij wachten totdat ik er ben. Dat is echt super leuk. Dus nu is het eigenlijk ook een mini. Wacht, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Oh, ik ben er nog niet volgens mij. Ofwel, nee. Huh, wacht. Greendale. Nee, deze kant is sneller. Ik moet via deze kant. Ik heb hier letterlijk nog nooit gelopen, joh. Ik wist überhaupt niet eens dat je hier naartoe kon. Huh, is dit een weg? Ja. Huh? Hier heb ik echt nog nooit gelopen. Oh, joh. Oh, jawel. Hier heb ik wel eens gelopen. Hier zo, aan deze kant. Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ik snap het, ik snap het. En ik heb ook een keer een nieuwe outfit aan. Want ik heb de laatste tijd volgens mij heel vaak die blauwe outfit aan. Dat is deze trui. Die ik toen een video had gekocht van 10.000 starcoins. Dit heb ik laatst net heel vaak aan, maar ik vind het echt een superleuke outfit. Huh, heb ik nou trouwens al die tijd van die video een bruine cap op gehad? Nee. Nee, heb ik dat echt? Ja. Oh, wat erg. Ik heb het niet eens doorgehad. Kijk, daar gaan die lantaarnpalen weer. Ik heb al die tijd een bruine cap op gehad. En ik heb verder niks met bruin in mijn outfit. Oh, wat erg. Ik let altijd heel erg op mijn outfit op Star Stable. Want ik vind het gewoon superleuk om iets leuks aan te hebben. En het was gewoon een plan om een zwarte cap, zwarte broek... Zwarte laarsjes en dan zwart zaden, zwart hoofdstel en dan een groene polo en een groen dekje. Heb ik al die tijd een bruine cap op gehad en niemand die wat zei. Nee, niemand kan het natuurlijk zeggen. Nou, ik heb hem nou maar helemaal bruin gemaakt. Dan valt het hopelijk wat minder op. Dus hopelijk hebben jullie het niet gezien. Als je het had gezien, laat het weten in de comments. Kijk, zie je, moeten jullie weer wat achterlaten in de comments. Het houdt niet op, niet vanzelf. Kijk, die meisjes gaan dan naar de update toe, dat is heel fijn. Horen jullie muziek?
Ik wel, maar ik ga niet te lang laten afspelen, want misschien krijg ik een copyright op mijn video, waardoor jullie de video niet meer kunnen kijken. Zachtjes klinkt een mooie melodie door Green Deal. Zo, daar gaan we met z'n allen. Met z'n allen. Hanna die loopt voorop, die denkt, hoppatee, ik weet het wel, maar ik wil even rustig die route lopen. Want misschien komen we nog wel wat engs tegen of zo. En er is 20 spinnen. Ik had gedroomd over spinnen en muizen. Ik had een partijtje raar gedroomd vannacht. Oh, huh? Oh nee, we moeten hierheen. Hij stuurt ons gewoon tegen die boom aan. Wat een onvriendelijke melodietjes. Oh, moet het daar? Wat een gekke muziek, joh. Waar moet ik nou weer heen? Oké. Okay. Oh, het moet weer zijn. Is dit het einde? Is dit het einde? Nee, het gaat nog verder. Als je te snel gaat, dan hou je hem niet meer bij. Oh, hoppatee. Ja, joh, wacht. Ik hoor het niet zo goed, want die mensen zitten steeds doorheen te krijsen. Hou even via je mond. Iets zachter. een boomhut? Huh? Dat is zeker ooit van een missie geweest of zo. Oh, joh. Oh, huh? Er gebeurt wat, er gebeurt wat. Oh, dat is zij. Hé, en dat is dat paard in die Star Stable Horses app. Fluistert, Zoe, hoi, kom niet te snel dichtbij. Oh, ik ga te dichtbij komen. Wie is deze vriend? Was jij zo aan het zingen? Ik wil weten wie dat paard is. Ik vond hem helemaal alleen toen ik met Starshine een rit door het bos maakte. Ah, eenzame veulens. Maar waar is de moeder? Dat wil ik weten. Dat wil ik uitzoeken. Veulen hoort bij zijn moeder. Ik ga hier even rondkijken of ik de moeder kan vinden. Mocht het allerergste gebeurd zijn, dan regel ik dat wel. Dus mocht hij platgereden zijn door een vrachtwagen, dan regelt ze wel dat hij wordt opgeruimd, denk ik. Zoe, ik zou het fantastisch vinden. Oh, als je op het veulen kan passen terwijl ik rondkijk. Wil je dat voor me doen? Ja, yes. Natuurlijk, ik zoek met je mee. Ha, nee, ik ben egoïstisch. Ik ga jou niet mee helpen. Ik ga lekker dat veulen bewaken. Ik wist dat ik op je kon rekenen. Ik probeer zo snel mogelijk terug te zijn. Starshine, zou je Zoe een helpende hand of hoef willen bieden terwijl ik weg ben? Ik bescherm hem met mijn leven. Hallo, ik ben toch echt een zij. Oh-oh. Wow! Al die mensen hier. Hinnik. Oh, ze trapt het meisje. Wat gemeen. Nu Lisa weg is, wordt het veulen wat toch rustig. Ja, lekker voor je. Moet je ook maar niet die mensen gaan trappen. Wat moet ik nu doen dan? Moet ik hem de fles geven? Moet ik met hem spelen? Heeft hij Duplo blokjes waarmee hij kan spelen? Oh, we moeten hem aaien. Oh, wat leuk. Ik zie het alleen niet zo goed. Oh, er gaat wat gebeuren. Misschien word ik ook getrapt. Dan moet ik met het ziekenhuis naar huis en kan ik nooit meer Star Stable spelen. Het veulen lijkt rustig. Hij zit toch aan haar maag heen. Toen Lisa en ik het veulen vonden, was hij bijna dood. Nou, dat is niet zo goed. Wat mag hij eten? Kun je hem voeren? Ik laat het gewoon andere mensen doen. Ik ben geen Mary. Niet nu, in ieder geval. Oh, shit. Ik klikte op iets, maar ik weet niet wat. Misschien moet ik niet op die tekstballonnetjes klikken, want dan klik ik misschien op zo'n vraag. Ja, ik heb niet gelezen. Lisa en jij zijn goede vrienden. Nou, ik weet van niks. Hinnik. Oh, hij loopt weg. Oh, wat een mooi veulen. Oh, hij is weer bij Lisa. Huh, maar zij was nog de moeder aan het zoeken of zo. Ik hoop dat hij nu begrijpt dat hij nog steeds vrienden heeft waar je op kan vertrouwen. Heb je iets gevonden? We moeten hem meenemen! Ja, dat sowieso. Kan je mijn gedachten lezen? Herman heeft mij en Starshine geholpen toen we hulp nodig hadden. Ik ken niemand die beter voor deze knul kan zorgen dan hij. Oké, dus we gaan hem wegbrengen, denk ik. Hey, Piet Piraat! Waar moeten we nou heen? Oh, daar staat ze. Oh, dat is zo'n leuk veuletje. Poep. Kom dan. Hallo, oké. Naar de Jorvikstal dus. Ja! Normaal gesproken zou ik je uitdagen voor een race naar stal. Oké, nee, dat gaan we maar niet doen. Alleen als je dat liedje zingt. Ja, dag, je gaat niet weer de scheidlied zingen. Dan moet ik elke keer weer mijn geluid zachter zetten, omdat ik je niet hoor. Oh, ik wil dat veuletje hebben. Oké, kom. Kom op, Chippy, we gaan winnen. Oké, we moeten het veulentje wegbrengen. Zo. Wow, wat stond daar trouwens? Wat stond daar? Aan het einde van deze missie krijg je 200 XP. Oh, dat is best wel veel. Maar waar is die Lisa gebleven? Oh, daar loopt ze. Oh, nee, dat veulen gaat vallen. Nee! Oh, hij blijft staan. Oeh, hij is gevallen. Ik wil zeggen, dan gaat hij dood. Dan is hij bijna bij de Jorvikstal aangekomen. En dan gaat hij nog dood ook. Dat zou ook een beetje zielig zijn. Dat scheelt wel weer voer. Oké, we gaan naar de Jorvikstal. Huh, moeten we helemaal daarheen? Dat is echt super ver lopen. Nou, oké. Omdat het een veuletje is. Jammer dat die geen bussen meer rijden, hè? Want dan reed je altijd op Star Stable die bussen en dan moest je altijd daarop wachten. Maar die bussen zijn er niet meer, want als je nou gewoon op de bushalte klikt, dan word je in één keer gebracht naar je bestemming. En anders kwamen er altijd bussen en dat zag er altijd heel erg leuk uit en nou kan dat niet meer. Oh, ik ga helemaal de verkeerde... Oh, kan het verder springen? Oh nee, hij gaat gewoon recht door die boomstam. Oh nee. Oeh, dat werkte. Gewoon tegen zo'n boomstam. Oh, dit werkt niet. Oké, paard, kom op. Straks raakt hij verdwaald in een doornstruik en dan kunnen we hem niet meer vinden. Oh, dit is zo dom. Lisa loopt ook echt achter me aan. Kan ik hem meenemen naar mijn homestable? Oh, dat ga ik doen. Ja, kijk, want ze stalkt mij. Met de paard. Oh, ik ga hem meenemen naar mijn homestable. Ja, dat ga ik doen. Kom, Lisa. Ah, ze loopt achter me aan. Lisa. Oh, dit is echt leuk.
Ik heb stalkers en ze lopen echt achter me aan. Wat ga ik met ze doen? Waar kan ik ze achterlaten dat ze vast komen te zitten of zo? Dat is leuk. Dat veulen heeft trouwens een beetje gezondheidsprobleem, want hij loopt niet helemaal lekker. Oké, wat ga ik met deze twee doen? Wat kan ik doen wat leuk is? Kan ik ze ergens ingooien of zo? In een kuil? Oh, wat gemeen. Oh, ik weet wat. Ja, hier ergens heb je zo'n stortplaats voor chemisch afval. Daar ga ik ze naartoe brengen. Nee, de varkensstal. Oh, nee, dat vind ik wel heel zielig. Ik doe ze wel bij het chemisch afval. Dat is ook lief. Kan ik met ze picknicken? Volgens mij wel. Verkeerde kant, ja. Dat vind ik wel grappig. Nee, ik ga echt proberen om ze naar mijn homestable mee te nemen. Dat ga ik doen. Dat vind ik zo leuk. Ik ben heel benieuwd of het kan. Ik neem ze naar mijn homestable. Oké, ik bel de paardentaxi. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Ik hoop het. Of zijn ze dan nog in... Ja, ze zijn hier! Ja, mijn vrienden! Oké, kom maar jongens, we gaan in mijn homestable. Dan heb ik een veulen in mijn stal. Oh, dat is leuk. Oké. Dit is zo grappig. Ah, nee! Nee, ze zijn niet mee! Nee, waar zijn ze? Nee, mijn vrienden! Nee! Ah, nee, ze zijn hier niet. Ah, dat is jammer. Zijn ze dan hier? Zijn ze hier? Please? Ik hoop niet dat ze nou weg... Ja, daar zijn mijn vrienden weer! Dit is zo leuk! Oh, dit is echt geweldig! Kan ik ook alleen een foto met dat veulen maken? Want ik hoef niet met die Lisa, want ze heeft een lelijk paard. Oh, dit vind ik zo schattig. Ik wil hem even goed bekijken. Kijk hier, nu zie je ook dat bruin in zijn haar. Of dat grijs. Oh! Oké, een fotootje maken. Oké, zo. Maar dan hoeven we trouwens ook niet eens helemaal naar die... poepje of ik stal te lopen, want we kunnen gewoon een paardentaxi nemen. Hey! Ik... Je moet naar de Jorvikstal. Ik ga naar Jorvikstal. Ik typ het verkeerd, maar dat maakt niet uit. Oh, dit vind ik zo gigantisch grappig. Je kan ze gewoon overal mee naartoe nemen. Je kan met ze racen. Kijk hoe leuk. Gaan ze ook mee in de paardentaxi? Ja! Oh, wat leuk! Het veulen blijft daar maar staan van, ik hoef niet mee. Dit is echt geweldig. Jongens, als je deze missie ook hebt, moet je dit echt doen. Want ik wil dit nu langer gaan doen. Maar anders ga ik echt achter elkaar door en dan is deze video niet meer leuk, denk ik. Ik kan het nu ook stoppen en dat ik dan met de livestream continu dat mensen achter me aan laat lopen. Nee, waar moet ik ook weer heen? Het heeft een aparte naam. Sunfield boerderij, volgens mij is het dat. En anders heb ik een probleem, want dan moet ik weer geld betalen voor die poeppaardtaxi. Elke keer moet ik er geld aan uitgeven. Ze worden echt rijk aan mij, die mensen van die paardentaxi-organisatie. Ik geef alleen maar geld aan die taxi uit. Maar als je een race doet, dan verdien je het alweer terug. Want een race krijg je 25 Jorvik shillingen voor. En waar zijn mijn vrienden? Oh, daar! Ze zwemt met een paard in de trailer. En als je een paardentaxi koopt, kost het ook 25 Jorvik shillingen. Dus dan heb je in wezen elke keer weer je taxi terugverdiend, je taxiritje. Oké, daar zijn mijn vrienden. Hartstikke leuk. Oh, daar staan al die mensen al. Die denken, waar was jij naartoe? Dat weet ik zelf ook niet. Nou, daar komen we aan. Dit is echt een geweldig avontuur. Dit wil ik zo... Oh, zo hé. Daar komt hij even aanlopen. Hij zat toch in de... Oh, oeh, daar ging hij in de akkotheken. Zeg, wie is deze kleine vriend? Oh jee, wat gaat er gebeuren? Hij maakt een pannenkoek van hem. Ik mag dan oud zijn, maar mijn zintuigen voor paarden werken nog prima. Dit veulen is een sterras. Ja, dat hele sterras gedoe, daar snap ik dus geen ene poepert van. Texas. Oké, hij heet nu Texas of Texas. Texaco, dat is een Texachon. Oké, en nu? Oh, krijgen we nu 200 XP? Please, 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 please. Bedankt voor... Ja, 200 XP! Woo! Oh, dat is echt super nice. Dat is echt heel erg veel. Daar ben ik heel erg blij mee. Want ja, is het eigenlijk veel? Ik weet het niet. Volgens mij wel. Normaal gesproken krijg je met de missie zo'n 15 missie XP. Ik vond het echt een hele leuke missie. Echt zo leuk. Echt geweldig. Nou, ik hoop ook dat jullie deze video heel erg leuk vonden. Was het zo, doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog. En laat nog iets in de reacties achter. Haha. En heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk heel gauw weer terug in de volgende video. In de volgende video. Doe een duimpje omhoog en doeg!